Alleen maar vriendschap en samenhorigheid. Een lach, hè? Ja. Wat is nou het perspectief voor zeg maar, het walking voetbal? Want ja, ik zie heel veel enthousiaste mensen hier. Ja, je ziet hoe de sfeer zich ontstaat. Zeg maar. We zijn gisteren al bij elkaar gekomen in de verlenging. Een heerlijke avond gehad, zeg maar. Nu allemaal weer fit om die wedstrijd te spelen. En iedereen vindt het lekker om hier aan de gang te gaan. En dan is het gewoon zo'n dag alleen maar vriendschap en samenhorigheid. En je blijft er nog fit bij ook. Het is ook moeilijk eruit te halen. Ja, dit, dat Maakt je. Het gaat er af en toe nog eventjes fel op, hè, maar... Ja, dat hou je toch. En dat wordt in de loop van de dag wordt het nog wel erger. Als de vermoeidheid echt gaat toetreden naar 6, 7 wedstrijden, dan wordt het alleen maar erger. Ja. Er wordt wel veel gerend toch nog, hè, stiekem. Ja, af en toe. Maar dat zit erin. Dat is van oudsher. Als je een bal niet in de voeten kreeg, dan moest je erachteraan. Zojuist met 3-4 verloren van Duitsland. Wat is er misgegaan? Ja, wat is er misgegaan? Ik dacht dat toch wel de hele wedstrijd in aanval waren. Ik denk dat we meer op hun veld gespeeld hebben. Ik denk dat we technisch beter waren. Maar ja, die Duitsers toch weer gedisciplineerd om zijn mannen op zijn plek te houden. Ja. En de positie bezet te houden. Ja, en dan is het moeilijk doorkomen. Het blijft een spelletje wat leuk is. En ja, het is wel lang geleden dat je weer op het veld staat. En dat maakt het alleen maar leuk. Hey, in deze camera kijken. Ja, oké.